Hoe doet Vlaanderen het als kennisregio? Ik vind dat we het redelijk goed doen. Sterke punten zijn dat zowel de overheid als de bedrijven de voorbije jaren veel meer geïnvesteerd hebben in onderzoek en ontwikkeling. We hebben ook heel sterke wetenschappers die excellent zijn, internationaal gezien in verschillende domeinen en die daar heel veel waardering weghalen. Maar er zijn ook zwakke punten. We moeten eigenlijk nog veel meer proberen al die kennis die ontwikkeld wordt om te zetten in onze samenleving. En daar zeker naar onze bedrijven, naar onze KMO's toe, naar onze instellingen toe, nog veel meer stimulans geven om die kennis echt te vertalen. En dat zijn uitdagingen waar we voor staan. En als je het vergelijkt met andere landen in Europa, waar ergens in de klas zitten we? Wel, Vlaanderen zit zeker en vast, als we kijken naar de besteding van de middelen, in de middenmoot. En we zijn daar toch gestegen. We hebben in 2011 bijvoorbeeld, is het laatste jaar waar we cijfers hebben die over de effectieve uitgaven gaan, hebben we toch 2,40% van ons bruto regionaal product geïnvesteerd in innovatie. En we zien ook dat wij bij de landen zijn die ook ondanks de crisis zijn blijven meer investeren. Dat was ook een duidelijke, bewuste keuze om uiteindelijk de crisis daar niet met de pakken te blijven zitten, maar juist te zeggen, als we al die grote maatschappelijke uitdagingen zien waar we voor staan, zowel op economisch gebied, naar de werkstelling, als naar ons klimaat, als naar de energieproblematiek toe, als naar de uitdagingen voor zorg, moeten we juist nu verder investeren in onderzoek en ontwikkeling om uiteindelijk voorsprong te nemen en zo ook voor onze mensen het beste te zoeken. Als je de rankings bekijkt, de wereldranglijsten van de universiteiten, er zijn er een vijftal, denk ik, dan scoren we daar top 200. Maar als je Harvard en Oxford, de echte topuniversiteiten, bekijkt, ze hebben een output die gelijk staat met onze vijf universiteiten samen. Is het geen idee om een Universiteit Vlaanderen op te starten of op te richten, waardoor we concurrentieel worden? Wel, op de eerste plaats moet ik zeggen dat die rankings moeten we een klein, bekijk ik toch wel met een beetje een wantrouwige bril, omdat het is niet mijn doel als minister om één universiteit te hebben die top is in die rankings. Het is wel mijn doel om zoveel mogelijk jonge mensen de kans te geven in Vlaanderen een goede opleiding te krijgen aan de universiteiten. En om zoveel mogelijk wetenschappers de kans te geven, waar ze ook zitten, om topwetenschappelijk onderzoek te doen. En dat is een iets andere benadering. Hè. Dat wil zeggen dat als we al onze topwetenschappers samen zouden in één universiteit en al de beste studenten zouden samenzetten in één universiteit, dan ben ik er zeker van dat we nog veel hoger zouden scoren. Maar dan zouden we onze maatschappelijke rol veel minder vervullen. En daarom vind ik het wel belangrijk dat we goed kritisch blijven naar onszelf om te zien, zijn we goed bezig, bieden we goed onderwijs aan en kunnen we ook jonge mensen overtuigen om zoveel mogelijk in hun eigen onderwijs te investeren. En hebben we goede topwetenschappers en maken we daar het verschil? Dat vind ik eigenlijk een beetje belangrijker en dat kun je niet alleen vertalen in een ranking van één instituut. En wat te zeggen van het VIB-model, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Je hebt één onderzoeksdomein waar je wetenschappers van de verschillende universiteiten samenbrengt. Is dat geen model om verder uit te werken voor andere onderzoeksdomeinen? Wel, ik vind het VIB-model heel goed. Omdat het effectief ook twee dingen combineert. De eerste plaats samenwerking. Dus de universiteiten en de verschillende onderzoeksgroepen die rond hetzelfde thema werken, werken samen. Maar het is ook een manier van werken om uitmuntendheid en excellentie te belonen. Ja, want het is niet samenwerken om te samenwerken, het is wel de bedoeling om echt wereldtop te zijn. En dat samenwerking aan zich is dan ook eigenlijk een rode draad die ik nu al 4 jaar vertaal in mijn beleidsdomein, waarbij we echt proberen te zeggen, we moeten competitief zijn, maar we moeten elkaar niet dubleren en niet hetzelfde doen om hetzelfde te willen doen. We moeten iedereen de kans geven om in die niche waar hij goed in is, om daar echt ook het verschil te maken en om daarmee collegiaal samen te werken met de andere collega's, zodat iedereen eigenlijk zijn eigen thema kan vinden en daardoor ook internationaal
kan accelereren. En dat is denk ik heel belangrijk voor een kleine regio als de onze. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat we zoveel mogelijk in het toegepaste onderzoek proberen samen te werken. Dat we ook echt ook met de universiteiten die permanent die cultuur van samenwerking naar voren brengen. En ik voel dat ook dat echt wel verandert. En dat de universiteit langs de ene kant heel sterk meegaan in het competitieve model. Van we moeten goed zijn, we moeten ons bewijzen. Niets is eigenlijk bij wijze van spreken vanzelfsprekend. Maar we moeten vooral concurreren met onze internationale concurrenten, die ook top van de wereld zijn. Dat zijn onze homologen. En zo denk ik wel dat we ook als regio er veel sterker gaan uitkomen. En dat ook iedere onderzoeksgroep aan zich er ook veel sterker gaat uitkomen. Over die internationale concurrentie. 7 jaar geleden is het Odysseus-programma opgestart, waarbij toponderzoekers uit het buitenland naar Vlaanderen worden gehaald. Een soort van brain gain. Heeft dat programma vruchten afgeworpen? Het Odysseus-project is een goed project, omdat we daarmee niet alleen de kans geven om topwetenschappers naar hier te halen, maar we geven hen ook meteen de middelen om te investeren in een onderzoeksgroep rond hen, zodat ze echt ook de kans krijgen om hun grensverleggend onderzoek hier in goede omstandigheden verder te zetten. En dat wij ook eigenlijk de kans krijgen om de kruisbestuiving mogelijk te maken en verschillende mensen de kans te geven om mee te groeien. En dat is een heel belangrijk programma om aantrekkelijk te zijn voor topwetenschap. Daarnaast zijn er ook andere dingen die we doen om aantrekkelijk te zijn rond topwetenschap. Bijvoorbeeld uiteindelijk iedere keer meer middelen vrijmaken. We hebben de middelen ook voor het basisonderzoek toch wel de voorbije jaren ook verhoogd. Ik vind het heel belangrijk om daar toch 45% van mijn budget steeds voor te behouden voor het fundamenteel grensverleggend onderzoek. Dat is ook belangrijk, want dat geeft wetenschappers de kans om daar ook in te werken. En langs de andere zijde bijvoorbeeld hebben we ook een omvangrijk programma om te investeren in topinfrastructuur die heel wat wetenschappers nodig hebben om hun onderzoek, grensverleggend onderzoek, te kunnen verder zetten. En we hebben bijvoorbeeld, ik geef 2 voorbeelden, we hebben een heel duidelijk programma nu rond de supercomputer om die grote rekencapaciteit aan te bieden. We hebben daar een lange termijnvisie en middelen voor vrijgemaakt voor de volgende jaren om daaraan te werken. We hebben geïnvesteerd in heel wat onderzoeksinfrastructuur, bijvoorbeeld aan het VUB, super state-of-the-art onderzoeks, microscopen, telescopen en andere, die het ook mogelijk maken voor wetenschappers om echt dat stapje verder te gaan, die het mogelijk maakt om dat grensverleggend onderzoek te doen. 2013 zal de geschiedenis ingaan als het jaar dat François Englert de Nobelprijs voor Fysica kreeg voor het voorspellen van het Higgsdeeltje. Heel theoretische, heel fundamentele wetenschap. Is er in Vlaanderen genoeg ruimte voor dergelijke theoretische wetenschap? Voor mij wel. En ik heb heel doelbewust, dus in mijn budget, altijd 45% vrijgehouden voor het fundamenteel onderzoek. En je weet op voorhand nooit wat gaan de resultaten zijn en gaat de samenleving er iets aan hebben. Maar het is wel de basis voor de vooruitgang en het is de basis voor het toegepast onderzoek van morgen en van overmorgen. En dus ik vind het als overheid heel belangrijk dat wij daarin investeren en blijven in investeren. En dat wij wetenschappers ook die vrijheid geven van denken en die vrijheid ook geven, financieel geven, om daarin hun verkenning te doen. Daarnaast hebben we wel wat betreft het toegepaste onderzoek en het innovatielandschap wel veel meer duidelijker gekozen om daar een strategie te bepalen. En dus niet alleen daar alles ook van onderuit te laten komen, maar wel een strategische keuzes te maken. En die strategische keuzes heb ik dan gevormd op basis van die grote maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving voor staan, langs de ene zijde en langs de andere zijde, naar de sterktes die aanwezig zijn in Vlaanderen, zowel bij de bedrijven als bij de wetenschappers. En daar hebben we dan wel strategische keuzes gemaakt en speerpunten gekozen. En die zijn voor ons een duidelijke transformatie van onze traditionele industrie naar een veel meer innovatievere industrie. Een tweede speerpunt is alles wat te maken heeft met eco-innovatie. Technologieën, processen die kunnen leiden tot zuivere lucht, proper water, zuivere bodem, heel belangrijk. Derde is alles wat te maken heeft met duurzame energie. Hoe kunnen we technologieën hebben die minder energiegebruik nodig maken, energie kunnen recupereren en duurzame energie kunnen produceren.
Een vierde is alles wat te maken heeft met mobiliteit en logistiek van mensen, van goederen. We zitten daar nog altijd in een zeer centraal punt in Europa en mobiliteit is een belangrijke uitdaging. Vijfde is nieuw, denk ik. Duidelijke focus rond zorginnovatie. Wij worden allemaal ouder. Maar hoe kan de samenleving zich organiseren dat we iedereen de zorg kunnen geven die hij verdient? Dat die kwaliteitsvol blijft en dat die betaalbaar is. Zorginnovatie is daarom een speerpunt. En het allerlaatste voor mij is ook een nieuwigheid, is sociale innovatie. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we al die maatschappelijke uitdagingen niet alleen gaan kunnen oplossen met technologie. We gaan ook moeten innoveren in de manier waarop wij als mensen samen wonen, samen werken, samen onderwijs volgen, in onze wijk participeren. En daarom heb ik ook sociale innovatie naar voren geschoven. En dus in het toegepast onderzoek en innovatie hebben we wel heel duidelijk die strategie en die strategische benadering van bovenaf naar beneden daarin gebracht. Maar het basisonderzoek blijft complementair daaraan, heel belangrijk, de vrijheid van denken, de vrijheid van de wetenschapper, en waarvan we verwachten dat die vrijheid uiteindelijk ons ook informatie gaat geven die onze samenleving grote stappen vooruit gaat kunnen doen zetten. Afgelopen zomer protesteerden 5000 wetenschappers tegen de publicatiedruk die moordend zou zijn. Welke maatregelen gaat u treffen? Wel, de publicatieindicator is belangrijk in de financiering van de universiteiten. En heel het financieringsstelsel van de universiteiten, daar loopt nu sowieso een heel grondige evaluatie. Dus het is ook nu het moment voor iedereen om daar zijn mening over te geven. En dus dat debat is geopend. Ik wil er zelf een paar kanttekeningen bij geven. Ik denk wel dat het belangrijk is dat iedereen in de samenleving, en dus ook onderzoekers, weten dat ze op een of andere manier ook moeten en geëvalueerd worden op basis van de output die ze deliveren. Dat is voor mij zo, dat is voor u zo, dat is voor iedereen. Hè. Eigenlijk moet je je toch verantwoorden. En zeker als je loon en je onderzoeks- en je faciliteiten betaald worden door de belastingbetaler. Eén manier van verantwoorden is die output meten. Nu weet ik ook dat we niet alleen mogen kijken naar het aantal publicaties. Het is ook belangrijk om te kijken naar de kwaliteit daarvan, ook naar de relevantie ervan in de samenleving. En ik ben het ook helemaal eens dat we misschien ook die maatschappelijke rol die onderzoekers spelen, dat die misschien te weinig in de statistieken meegenomen wordt en te weinig zichtbaar is. En daar moeten we zeker ook in het financieringssysteem van de universiteiten op zoek gaan om ook die duidelijker te waarderen. Langs de andere kant heb ik ook wel in de petitie gelezen dat er misschien wel verschillende aandachtspunten zijn vanuit de onderzoekers. En een van de aandachtspunten is dat ze natuurlijk de onderzoekers geconfronteerd worden met het feit dat niet meer voor iedereen een academische carrière weggelegd is. En dat creëert ook een bepaalde vorm van onzekerheid. Maar daar moet ik zeggen, kijk, dat is wel inherent aan de keuze die we maken. Hè. We kiezen ervoor om veel meer middelen vrij te maken, zodat veel meer mensen kunnen doctoreren. Maar doctoreren aan zich is eigenlijk niet alleen met de bedoeling dat je een academische carrière kan doen. We willen er ook voor zorgen dat veel meer mensen hun kennis die ze opdoen en hun hele sterke persoonlijkheid kunnen gebruiken en in de dienst stellen van de samenleving, ook buiten de universiteit. In bedrijven, in publieke organisaties, in welzijnsorganisaties. En om dat mogelijk te maken en om ook de onderzoekers daarin te helpen, heb ik juist heel wat middelen vrijgemaakt voor onze doctoraatscholen, waarin we eigenlijk onderzoekers een stukje coachen en begeleiden, zowel naar hoe kunnen ze een goede onderzoeker zijn en hoe moeten ze omgaan met methodologieën, met bijvoorbeeld integriteit en een heleboel andere dingen, maar waar ze ook kunnen bijscholen in attitudes die nodig zijn om straks bijvoorbeeld in het bedrijfsleven succesvol te zijn. En ik denk dat die realiteit, die is er wel zo. Hè. Een onderzoek heeft niet tot doel om alleen ten bate te zijn van de carrière van de academicus in de universiteit. Een onderzoek is heel belangrijk om een maatschappelijke meerwaarde te genereren. Het maakt de onderzoeker sterker als profiel. En we hebben die sterke profielen vooral ook nodig buiten de universiteiten. En dus daar wil ik wel verder op inzetten. Maar dat is nu eenmaal een cultuurverandering, een verandering in de samenleving, waarvan ik begrijp dat sommige mensen daar wel een beetje ongerust over zijn, maar waar we juist investeren om hen daar ook in te begeleiden.
Ja, want je kan het die jonge onderzoekers niet kwalijk nemen dat ze gewoon carrière willen maken in hetgeen waarvoor ze gestudeerd hebben, gekozen hebben. En dan is een job buiten de universiteit plan B voor de meesten. Dus die concurrentie zal waarschijnlijk in de eerste instantie blijven. Ja, maar ik wil toch benadrukken, als je een academische carrière wilt, hè, dan moet je dat doen, denk ik, omwille van twee motieven. En je wilt vooral goed onderwijs geven en je wilt verder aan onderzoek doen. Hè. En dan zul je natuurlijk moeten bewijzen dat jij daar de juiste keuze voor bent. Maar wat heel belangrijk is, is dat we ook aan de onderzoekers duidelijk maken, er is ook heel veel onderzoek mogelijk buiten de academie, buiten de universiteit. We stimuleren veel bedrijven om daarin te investeren, ook andere organisaties. En ten tweede, je kunt ook met jouw profiel als onderzoeker, heb je veel mogelijkheden. Niet alleen 100% onderzoek, maar ook een combinatie van bedrijf, van managementvaardigheden, onderzoeker zijn. Je hebt een sterke analytische geest, je hebt een sterke persoonlijkheid. Dus je kunt ook heel veel dingen doen die je persoonlijk, denk ik, ook heel sterk gaan verrijken. Wetenschapsfraude was dit jaar niet uit de krantenkoppen te bannen. Was het gesjoemel van wetenschappers voor u ook een eye-opener? Ik zou dat niet als een eye-opener noemen. Ik denk, kijk, fraude is een beetje des mensen. En iedere mens heeft zijn zwakheden. En bepaalde systemen zullen zeker en vast die zwakheden een stukje stimuleren. Fraude zit in alle sectoren. En dus het was zeker geen eye-opener dat het ook in de wetenschappelijke sector zit. Want ook in de wetenschappelijke sector zijn mensen met hun faalbaarheid en met hun zwakheden actief. Wat wel belangrijk is, is dat natuurlijk iedere sector, en zeker ook de wetenschappelijke sector, voldoende tegengewicht moet bieden ten opzichte van die menselijke zwakheden. Tegengewicht door sociale controle, door een cultuur die heel duidelijk focust op hoe belangrijk het is om integer te werk te gaan. Door opleiding te geven aan onderzoekers, om hun daar ook een stukje in te coachen en te begeleiden. En door mechanismen die het ook mogelijk maken om fraude op te sporen en ook uiteindelijk daar consequent mee om te gaan. En dus in die zin zijn de universiteiten daar ook de eerste. En hebben ze ook gezegd, wij zullen dat ieder op onze universiteit doen wij dat, dan pakken wij dat aan. En ze hebben zeker en vast ook, denk ik, de laatste actualiteiten aangegrepen om in hun eigen universiteit te kijken, zijn we goed bezig en werken we op al die terreinen. En daarnaast hebben wij ook samen met de universiteit en de onderzoeksinstellingen gezegd, we gaan ook de krachten bundelen en we gaan ook zorgen dat we kennis vergaren, dat we de best practices uitwisselen, dat we daar ook samen naar gaan kijken. En daar heb ik dan ook middelen voor gemaakt voor een raad die uiteindelijk die fraude, die wetenschappelijke fraude, verder gaat monitoren en gaat kijken om te zien van hoe kan daar ook verder tegengas gegeven worden. En dat is noodzakelijk. Ik wil wel benadrukken dat het belangrijk is om te weten dat de overheid haar in de verdeling van de middelen over de verschillende universiteiten, dat daar het aantal publicaties één criterium is, dat er ook andere criteria zijn, maar dat de manier waarop de universiteit zelf de middelen die ze van de overheid krijgt gebruikt, dat de universiteiten daar volledig vrij in zijn. Dus wij beslissen niet wat de Universiteit Leuven doet met de onderzoeksmiddelen die zij van ons krijgen. Dat doen ze zelf. Dus dat staat de universiteiten vrij, en ik stimuleer hen daar ook in, om zelf ook effectief te zorgen dat er een evenwicht is en dat niet alles verdeeld wordt op basis van de reeds wiskundig berekende aantal publicaties. Dat men ook kijkt naar de kwaliteit van de mensen, dat men ook kijkt naar de toekomst en de strategische keuzes die men in de universiteit zelf maakte. Voormalig rector van de UGent, Paul van Kouwenbergen, die stelde voor om leescommissies in te richten. Commissies onafhankelijk die de echte intrinsieke waarde van een onderzoeksgroep gaat bepalen. Die echt de papers leest en zo een meer subjectief waardeoordeel aan een onderzoeksgroep hangt. En de financiering zou daar dan mee van afhangen. Is dat een goed idee? Als ik rector van een universiteit zou zijn en ik zou geconfronteerd worden met, laten we zeggen, een beetje gezegd een grote zak geld die je ieder jaar van de overheid krijgt en waar je moet samen gaan beslissen in je universiteit waaraan je gaat die besteden, dan zou ik ook verschillende criteria gebruiken. Dus zeker en vast
de wetenschappelijke waarde die extern wordt vastgesteld door middel van die publicaties, maar ook de waarde van de mensen die erin zitten en waar ik in vertrouwen heb en waarin ik zie dat ze kunnen doorgroeien. De strategische keuzes die we maken om te kijken welke onderzoeksgroepen gaan wij voluit inzetten, waar kunnen wij het verschil maken in de samenleving, waar zijn wij mee bezig, waar andere universiteiten minder goed mee bezig zijn. En dus ik zou ook verschillende criteria nemen om die middelen te verdelen. En ik denk dat heel veel universiteiten daar ook mee bezig zijn. Dat heeft ook te maken met de manier waarop je een universiteit bestuurt. En ook daar heb ik toch wel met de voorbije jaar met universiteiten eigenlijk handvaten aangegeven om uiteindelijk hun te helpen in de verdere professionalisering van het bestuur van universiteiten. Dus dat zijn heel grote organisaties, waarvan ik voel dat ze meer en meer aandacht besteden aan hoe kunnen wij nu met onze groep van mensen het beste resultaat bereiken. En dat heeft alles te maken met corporate governance, met goed bestuur, met human resources management. En niet alleen met kijken naar de kwaliteit, naar het aantal publicaties. Daar ben ik het volledig met jou eens. Is er een verschil met Nederland in die financiering? Ik heb de indruk dat daar meer wordt gewerkt met, laten we zeggen, open enveloppes, zoals ze dat noemen. Dat een onderzoeksgroep gefinancierd wordt en niet echt zozeer op het aantal publicaties of de output wordt geëvalueerd. Laten we zo zeggen, wij naar de financiering van de universiteiten toe, denk ik niet dat wij minder of meer, laten we het zo zeggen, ik denk niet dat wij meer sturend zijn. Ik denk dat men in Nederland misschien nog iets meer sturend is. Wat betreft naast de universiteiten zie ik wel dat er een verschil van financiering is, omdat Nederland wat betreft het toegepast onderzoek veel meer keuzes maakt voor de sectoren. En men heeft gekeken naar de industriële sectoren waar men verder op wil inzetten. Terwijl wij toch vanuit onze benadering veel meer willen sectoroverschrijdende samenwerking stimuleren. En uiteindelijk daarom veel meer naar een systeembenadering gaan, vertrekkende vanuit die maatschappelijke uitdagingen, waarvan ik ervan overtuigd ben dat als je het blijft bekijken in een sector, dat we die grote doorbraken niet gaan krijgen. We gaan echt moeten sectoroverschrijdend denken, kijken naar de producten, maar ook naar de diensten, naar de mensen, en niet alleen vanuit sectoren. Een tweede verschil zie ik ook, dat wij nog altijd onze bedrijven een stuk cofinancieren via subsidies, die eigenlijk bedrijven krijgen naar gelang ze de kosten maken. Terwijl men in Nederland veel meer heeft gekozen nu voor een belastingsaftreksysteem waarbij bedrijven de kosten die ze gemaakt hebben voor onderzoek achteraf van hun belastbare inkomsten kunnen aftrekken. En dat is een andere keuze. Het zal zeer interessant zijn om dat te blijven evalueren en te vergelijken, de verschillende systemen, welke de voor- en de nadelen zijn. Dus met die open blik kijken we er wel naar. Maar ik wil zeker benadrukken dat we vooral ook veel samenwerken met Nederland. We hebben onlangs nog een top gehad met Nederland, waar we vanuit de Vlaamse regering en de Nederlandse regering een belangrijk onderdeel van onderzoek en ontwikkeling samen hebben besproken. We hebben afspraken gemaakt om meer samen te werken, bijvoorbeeld rond duurzame chemie, rond ook zorginnovatie. Dus het is vooral de samenwerking en het van elkaar leren dat zeer boeiend is. Een laatste vraag misschien. Wat vindt u van de wetenschapsjournalistiek in Vlaanderen? Wat ik vind is dat dat er zeer goede wetenschapsjournalistiek is, maar dat we nog veel meer nood zouden moeten hebben om de wetenschap te populariseren. En dat we nog veel meer moeten inspanningen gaan doen om te kijken van hoe kunnen we uiteindelijk van die wetenschap die soms door de man in de straat en door, laten we zeggen, de jongeren in de humaniora als een beetje abstract wordt bekeken, om nog veel duidelijker te maken hoe belangrijk wetenschap en technologie zijn in onze samenleving, hoe dat in ons dagelijks leven ingrijpt en hoe hard wij wetenschap en technologie nodig hebben om al die maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. En dat het belangrijk is voor jonge mensen om te kiezen, ook voor die hardere studierichtingen, omdat ze daar ook een heel grote, belangrijke maatschappelijke rol gaan kunnen spelen. En dat is mijn hoop, dat we daar allemaal samen nog sterker op gaan kunnen inzetten. Dus meer inzetten op communicatie dan op journalistiek, want er is wel een klein verschil.
Ik zou niet zeggen meer inzet op communicatie en journalistiek. Ik denk dat journalistiek heel hard zijn rol moet spelen. Maar dat we ook moeten zorgen dat er meer wetenschappelijke journalistiek aanwezig is. Niet alleen in de wetenschappelijke bladen, maar ook in de algemene pers. Ook op de sociale media. Zodat we nog veel meer mensen en jongeren gaan kunnen bereiken met die journalistieke bijdrage over wetenschap. Want de pers staat onder druk. Hè. De advertentiemarkt is aan het instorten. Is er ook geen gevaar voor de wetenschapsjournalistiek op zich? Want dat is waarschijnlijk ook een van de rubrieken of bijlagen. Er zijn zelfs geen bijlagen meer in de kranten die er van tussenuit vallen. Ja, dat is zeker een vaste terechte vrees. En uiteraard, de algemene pers heeft een belangrijke maatschappelijke rol te spelen. Het zijn bedrijven, maar ze spelen ook een algemene belangrijke rol. En dus thema's zoals wetenschapsjournalistiek, zoals buitenlandse berichtgeving en dergelijke, zijn zeer belangrijk en die zullen we zeker moeten proberen overeind te houden en zorgen dat daar voldoende aandacht aan gaat. Maar ik denk ook langs de andere zijde dat het belangrijk is om ook steeds op zoek te gaan naar wegen om wetenschap te vertalen, zodat ook lezers daarin geïnteresseerd zijn en dit ook graag willen lezen en ook het opzoeken in de verschillende media. Een zorg die ik vaak bij onderzoekers hoor, is dat zij worden niet gewaardeerd voor populariserend werk. Dus dat wordt nergens geëvalueerd, dat brengt hen niets bij in hun carrière. Kan daar niets aan gedaan worden? Ik deel die zorg. Ik vind ook dat we de maatschappelijke rol die onderzoekers spelen, en dat is vooral in het vertalen van hun kennis naar de samenleving toe, dat we dat veel meer zouden moeten stimuleren. Daarom zijn we ook heel hard bezig om te kijken van hoe wetenschapscommunicatie een belangrijke rol kan spelen. We zijn met de universiteiten daar ook in overleg mee. En ik denk dat het ook een belangrijk thema moet zijn bij de evaluatie van het financieringssysteem van onze universiteiten. Ja, dus dat zou er ook in meegenomen worden? Wat mij betreft wel, maar de discussie is nu open. Maar ik vind dat in ieder geval heel belangrijk. Ja. Tegen wanneer eindigt het debat over het financieringssysteem? Wel, de timing is zo voorzien dat nu de evaluatie volop bezig is. En het zal denk ik een heel belangrijke keuze zijn voor de volgende Vlaamse regering om met die evaluatie daar de juiste conclusies uit te trekken en dan ook het financieringssysteem desgevallend aan te passen. Ik dank u voor het gesprek. Graag gedaan.